is binnengekomen samen met de drie dames van Prothuis Erectus. Joehoe! Dat is een juiste uitspraak, hoor. Het water wordt op dit moment overhandigd aan Quattro. Ja? Quattro kennen we natuurlijk allemaal, onze eerste herenploeg die een wedstrijd blik heeft binnengehaald. Oh, dat waren die jongens, joh. Dat waren die jongens, Jos, dat wij vergeten. Ik denk dat ze nu bijna de bom bij omkomen, Anouk. Oké, super, dankjewel. Dan gaan wij die verbinding breken. Ja. Oké. Hoi. Ja, zo. Is de bedoeling dat we dat nu nemen? Ja, we gaan wel iets dichterbij pakken. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, het is alleen een boothuis. Ja, maar waar is het clubhuis? Ja, dat komt later. Zal volgen ook hier? Ja, dat weet ik niet. Als ze hun best doen, misschien wel. Wie weet. Ja. Maar hoe heet dat? De bedoeling is natuurlijk dat Noorder en... En Sander Dekker, dat die natuurlijk in een boot stappen. Dat denk ik. Ik vond alleen een beetje een erg stabiele boot. Ja, ja. Ja. Heeft u al eerder gevaren? Ja, ik heb eerder gevaren, een jaartje. Ja? En dat is een tijdje geleden, dus ik hoop dat er niet te veel roest op zit. Nou, het is een hele stabiele boot, zo. Vinden wij natuurlijk wel jammer, maar... Ja, dankjewel. Ik geloof dat ik eerst drie zinnen mag zeggen en dan Sander. Maar het lijkt me ook heel verstandig, want we zijn hier op de roeien, niet op de oude hoer. Met glas in hand, ik vind het echt geweldig, geweldig, fantastisch dat we eindelijk het voor elkaar hebben en dat Benar was. Zijn eigen roeiplek heeft in deze stad. Eigenlijk hebben we als college heel snel gezegd, dit moeten we gewoon doen, dit moeten we hebben. Dit is belangrijk voor de stad, jongeren in deze stad. Maar los daarvan, het is heel erg belangrijk voor Laak, voor zeg maar, het identificeren van de student hier in Laak. Voor de identiteit van de Haagse Hogeschool en de ontwikkeling van het gebied hier verder. Dus eigenlijk alleen maar plussen en reden om het wel te doen. Maar wat hebben we gewerkt om te zorgen dat het voor elkaar komt. Keihard aangewerkt. Ballers Nedam toch nog even noemen. Dank jullie wel voor je bijdrage, materieel enzovoort. En iedereen die ik niet genoemd. Ik vind het echt geweldig. Ik ben er hartstikke trots op. En ik vind het ongelooflijk leuk dat ik samen met Sander hier de doopwandeling zo mag verrichten. Sander, ik ga verder met de drank. En jij verder met de drink. Leden van Pelargos, geacht bestuur, mensen van de Haagse Hogeschool, bouwers aan dit mooie complex. In Engeland wordt er veel geroeid en daar heb je dan ook, dat is misschien wel typisch Engels, daar noemen ze dat de boat race. Roeien is de studentensport en ik ben ook heel erg blij dat Pelargos hier inmiddels, nou ik geloof sinds 2000, datzelfde jaar, bestaat. Moeten jullie geen drankje hebben aan boord? Is dat niet... Ja, champagne! Ja. Champagne! Deze mensen komen dus met water uit de Hofvijver aan. En dat moet hier aan boord genomen worden.
van Pelagos en Broodhuis is het dus. Even onze grote talenten. En dan komt hier de wacht. Van de en daar gaat. En dan gaan we nu voor het daadwerkelijk openen van de boteloos. Ja. Nou, ik denk dat er al voldoende gezegd is en mij rest niet meer om officieel als eerste de loodsdeuren te gaan openen. Hij moet zeker heus op proef opgehangen worden, want we hebben een paar van die besturen die dingen daar anders mee te doen. En, ja, ik ben er heel blij mee. Super bedankt. Ook voor alle inzet om deze boten te realiseren. Naar de